Die Rolls daar, die heeft Peter al een paar maanden, dus die stoel zit een beetje door en is aan vervanging toe. Niet alleen die stoel, maar die hele wagen. Bovendien is die bolle bijna jarig. Phantom 6,7 sterren. Tijd is even bellen. Hij ligt op de bed, denk ik. Hé, hey, hoe is het? Goed, en jou? Goed, ik denk hij ligt te bed, want hij ging zo dikwijls over. Nee. Nou, ik had er weer meevallen, dat ik heb die kulli in gauw verkracht. Oh ja? Ja, en dan zat ik even bij jou op een site te kijken. Ja. En dan had een nieuwe Phantom van 2022. Een zwarte. Ja. Tweedehandsje. Helemaal niet. Dat is je gedacht dat misschien door de prijs van die tweedehands. Maar is nog nieuw ook. Prijs tweedehands. 695.000 euro. Heb ik dan heel de showroom? Hey, alleen de Phantom? Nee, ik heb het heel druk. Dus kijk, anders kom ik meestal naar jou toe. Maar ik zou zeggen, kom hier naartoe. Ik kom bij jou aan. En, ik heb je wanneer ik kom. Ik kom zo snel mogelijk. En niet te lang wachten, anders koop ik elders. Binnen 24 uur ben ik bij jou en ben ik rijk. Ja? Nou, eigenaar weet ik niet. Maar als ik maar hier alvast ben. Hé, hey, tot snel. Thijs, adieu. Peter wil zichzelf een cadeautje geven voor zijn 60ste verjaardag. En autoboer Thijs heeft de ideale patserbak in de showroom staan. Die komt hij even laten zien. Het is laat. Kom maar binnen, grappig. Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo. Hoe is het? Ik heb een handen vol. Goedemorgen. Ik heb nog niks gekocht, hè? Ik ben nog niet weg. Oh. Ja, kom erin maar. Gezellig. Hé, hey, grappa. Goed zo, hè? Hij voelt zijn eigen toch? Ja, nog wel, ja. Hij zit er. Ja. Hey. Kijk eens. Ja. Oh, joh. Toch geen worstenbroodjes? Zeker. Oh, kijk. Gezellig, toch? Ik sta op dieet. Nee, we zijn goeie. Ja, doen we er samen even een. Gezellig. Hey. Lekker. Nou. Nee. Nee. Eén, hè? Oh, hij heet hem al. Waar heb je nou die bloemen aan voorbij dan? Voor de gezelligheid. Voor zomaar. Ja. Nou. Ja, je gaat er vanuit dat ik niet auto gekocht, maar zo weer. Sowieso. Ik kom niet zomaar voorbij. Hoi, zit daar. Ga pas even druk. Hé, oh. Hey, is die hond al binnen hier? Er ligt een hele klats op die vloerbedekking. Ja, die is nog warm, hè? Ja. Echt waar? Ja, tuurlijk. Hé, hey. Kijk, wie is dat? Ba. Ja. Dat is Ba. Ja. Kom met de auto kijken? Ja, nee, ik ben even met die hond bezig, maar wie ruimt op hier? Dat leek mij niet heel best. Wie is dat? Ba. Dan schijnt hij thuis ook binnen? Nee, nooit. Nou, dat kan toch niet? Ja, dat doet hij toch. Weet je niet in die Rolls Royce zitten schijt? Nou, van een beauty. Of niet? Dat is een mooie. Top, hè? Tuurlijk. Nou geen wassenbootjes meer, Peter. Ja, dat maakt het wel mooi, of niet? Ja, niet prima. Kom maar. Hup. Kom, grappa. Goed zo. Ja. Zit er ook een koelkast in? Jazeker. Van elke eerste in die Phantom wel. Ja. Nou, in die kunnen je niet. Nee. Oh ja, koelkastje. Met dat is toch handig, hè? Champagne erin. Dat is leuk. Ja. En vallende sterren erin. Mooie auto. Kom maar. Hoppatee. Top auto. Echt, hè? Ja. Dan even binnen. Een koffietje misschien. Graag. Dan kijken of we er dan uit kunnen komen. Ik denk het niet. Ik denk het wel. Ja? Ja. Die bak kost 7 ton, maar Peter lijkt het leuker te hebben met de hond van de autoboer. Mag je dat niet hebben? Heel klein. Hij is er al, hij is er wel gecharmeerd. Hij trekt me gewoon van mijn stoel. Oh, hier. Ho, ho, dat is te veel hoor. Breek eens af. Nee, hij is al weg. Nou krijgt hij helemaal niks meer hoor. Ja, nu is het echt klaar. Nou krijgt hij echt niks meer. Nee, nee, nee. Nou, je hebt de worstbroodje meegenomen, moet er ook een of wat. Nou, wat ik er ook nog heen. Misschien trek ik voor grappa nog iets. De auto pas jou? Staat jou aan? Mooi, een auto, maar de prijs niet. Nee? Dan ga ik weer. Ik hoef ook niks in te ruilen. Maar ik kan weinig met de prijs doen. Hoezo niet? Ja, er zijn er gewoon geen. Nee? Nee. Ik heb echt graag aan jou verkopen, maar ik heb heel weinig ruimte. Ja, echt. Ik denk 6,5 ton. Dat zou ik ook denken, ja, maar dan hou ik hem echt. Dat doe ik niet. Nee? Dan staat je hond toch in het schooi hier. Krijg je thuis niks? Weinig, weinig. Met die biedingen van jou helemaal kan die man niks meer eten, Tontje. Ik zal het in één keer zeggen, 6,85, want ik heb hier natuurlijk een hoop kost dat die hond er binnen zit te schijten. Dus... 6,85 is te kort. Je moet verschil delen. 6,87,5. Deal. Oké, okay, deal. Gefeliciteerd, man.
Ja, ja, en volgende week rijden. Kijk, gefeliciteerd. Dat, nou, ja, dat mag ook zeggen, ja. Even serieus, dat tapijt, en dan moet ik iemand voor bellen. Ja, we hebben het toch afgedeeld? Zit er mee in. Ja, maar zit er ook bij, maar dan moet wel gediep reinigd worden.